Ja? Ja, drie aardigheden. Nou, als het daar zullen we even iets verder lopen, man. Aha, hallo. Ik ben bang voor hem. Hallo, zeggen. Mika, ik ben bang voor Sinterklaas. Mats. Zo. Ik ben vaak daar. Ik ben nog niet leven. Hallo, Sinterklaas. Fijn u weer te ontmoeten hier in ons dorp Rekken. Gezien het weerbeeld, vorige week was het slechte weer, maar u heeft een prachtige dag uitgekozen om ons mooie dorp aan te doen. Ja, het is geweldig weer. Dat weer, ik was met de stoomboot tot aan Lochem, maar toen konden we niet verder. En gelukkig heeft meneer Marcel, bedankt, ons hierheen gebracht. Het bootje wordt elk jaar wel iets kleiner, maar goed, we doen het ermee. En ik ben hartstikke blij dat ik hier ben in Rekken. Ja, het bootje wordt elk jaar kleiner, maar dat is maar goed ook, want ik hoop niet dat u hier nog een keer in de zwembroek aankomt. Nee, dat is niet de bedoeling. Zo. Nou, de tekeningen, ja, die kunnen we straks in Den Hof ook aan de Sint geven. Komt u even verder. Oké. Want als het goed is... Want als het goed is, is meneer Joop en meneer Henker weer met de koets. Zodat we eerst even een tocht gaan maken door Rekken. Hoi. Hoi, wie ben je? Goed zo. Goed zo. Hoi. Sinterklaas. Hallo. Ik ben gisteren 8 geworden. Ja, 8 al? Oh, dat is een hele leeftijd. Hallo. Hallo. Dag. Sinterklaas, hartstikke blij dat hij hier is. Hoi Gerard. Hoi. Hoi. Ik heb zijn eindje. Hoi. Hoi, Danique. Hoi. Oh ja, dan handje geven. Hoi. Hoi, handje Sinterklaas. Hoi. Hey. Net op de jongen, je nummers. Hallo. Waar is Crescendo dan, meneer Bert? Ja, Crescendo die staat er op de brug. Ja, misschien heeft u ze nog niet horen spelen, maar dat hebben ze net al wel gedaan hoor. Ja. Het klonk als een klokje. Misschien kunnen ze nog wel even een leuk liedje laten horen. Ja, dames. Kijk, daar is hij dan. Daar is hij. Ja, Sinterklaas, de pieten waren nu al kwijt. Ja. Ze waren erg in de stress geraakt, maar ze zijn inmiddels een klein beetje bedaard. En oma's. Sinterklaas zit inmiddels in de koets van meneer Joop en meneer Henk. En we gaan nu een tocht door Rekken maken. En ik hoop, weet je wat ik echt hoop? Dat jullie allemaal meegaan achter de koets en achter Sinterklaas. Gaan we dat doen? Oké. Gaan we dat doen? Hoor jullie niet? Gaan we dat doen? Goed zo! Ja, zeg je ja, dat is goed voor jou. Andere kinderen hoor ik niet. Ik ben echt fan van Sinterklaas. Ben je net te veel van Sinterklaas? Ik ben dezelfde fan. Sinterklaas, hou je vast. Hou je vast, Sinterklaas. Zo, en hebben jullie je schoen al gezet aan? Nee. En waarom nog niet aan? Ja, geen tijd, hè. Geen tijd? Ja. En jij dan? Hallo! Ja, zij heeft de schoen gezet. Ze gaat nu de schoen zetten. Ja, bij de plussen, bij de Albert Heijn doet zij dat. Ja? En ze heeft een chocoladeletter gekregen. Ja, ja. Dat is heel leuk. Oké. Okay. Mama! Oh ja, en doe ze door. Daar kunnen we niet. Nou, dat je kontje erop. Ja? Oké, dan kan ik niet meer. Mag ik een filmpje? Heb je nog een? Oh! Nee. Dag Sinterklaas! Dag!
heren van de pers. Welkom in Rekken. Dank u, dank u. Waarom bent u hier een week later? Dat kun je toch niet maken? Waarom? Ik ben een week later. Sinterklaas, heel druk. Heel druk, dus, ja. Sinterklaas heeft, voor alle dorpen moet hij even tijd hebben. Ja. En nu heb ik tijd voor Rekken. En hoe was het om in Rekken aan te komen? Heerlijk. Ja, het is geweldig altijd in Rekken. Ja. Goed, hè? Niet goed, hè? Nou even los. Ja. Nou, succes. Ja, dank u. Ja. Ga maar gewoon lekker warm drinken. En papa's en mama's op en oma's maar op. En bedankt, hè. Zijn ze nog goed bij? Ja, dat weet ik. Want we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rent. Kom maar eventjes bij ons aan. En laat uw paardje maar buiten staan. En we hadden wel gesproken en we zingen en we springen. We zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Geweldig, jullie hebben ontzettend goed je best gedaan. Of niet, Sinterklaas? Ja, hallo, welkom hier in Den Hof. Mooi te zien dat er zoveel kinderen zijn gekomen bij u. Maar de mini-retters die zijn nu hier, want het was buiten koud op straat. En ze hebben, mede dankzij juffrouw Sylvia, hebben ze iets heel leuks ingestudeerd. En dat willen ze u graag laten zien. Dus okay. Ik stel voor om een klein beetje ruimte te maken. Gaan jullie maar even aan de kant iets. Iets aan de kant. Ja? De? Ze moeten de panton pakken, wat het in godsnaam mag zijn, ik weet het niet. Is dat een panton? Dat is de marionettenstok, noem ik dat. Oh, okay. Oh, de stok. Ze pakken nu even de marionettenstok. En dan legt Samson maar weer even weg. En dan legt Samson maar weer even weg. Dat zijn allemaal Samsons. Oh ja. Ja, pepernoten hebben ze even al wel verdiend. Even wachten bij de pepernoten, want we gaan nog wat zien. En de Pieter doet mee. Oké, daar gaan we. En draai jullie maar om naar de mensen. Draai maar om naar de mensen. Ik heb het wel gezien. Wat dan moet je... En draai jullie maar om naar de mensen. Draai maar om naar de mensen. Ik heb het wel gezien. Wat dan moet je... En draai jullie maar om naar de mensen. Draai maar om naar de mensen. Ik heb het wel gezien.